Ja. Wat een leuke dag. Ja. Hebben jullie het gezien? De deugneuzen, die hebben we weer even van zich laten horen. En in dit geval deugneus Pechtold. Ja, Alexander Pechtold van D66. Ja, hebben jullie het gezien? Hij heeft een fotootje geplaatst, hè? Ja, en kijk even hier. Kijk, hier, daar komt hij hoor, de foto. Ja, zie je hem? Dat is de huiskamer van Pechtold. Ja, en die schrijft daarbij dan vanwege de klimaatverandering dit jaar geen kerstboom, maar een cactus. Ja, hoe vind je hem? Dan ben je toch wel heel erg politiek correct bezig. Hè? Want ja, met een kerstboom, ja, dat kan met het transport en met het verbranden. Ja, dat geeft allemaal zoveel CO2 en weet ik veel, stikstof. Dus dat is heel slecht voor het klimaat. Nou, en... maar nou heeft de deugneus, die heeft een klein foutje gemaakt. Ja. Deze deugneus. Hier. Nou, let op. Ik kijk even mee. Ja. Nee, let op. Je lacht je dood, hoor. Ja. Hier. Kijk even mee. Hier. Dan zie je ze staan daar. Ja, bij het raam. Daar staan allemaal van die huisjes. Ja, van de KLM. Die krijg je als je dus business class vliegt. Krijg je die huisjes. Ja, er staan er weet ik veel. En ongeveer een half huis van die Pechtold zat ermee vol. En D66 is dan die club die zegt, ja, dat Schiphol dat moet kleiner en verminderen. En we mogen niet zoveel vliegen. En dan neem je maar de trein. En vliegen slecht voor het klimaat enzovoort enzovoort. Die club. Ja, en dan ze vallen toch altijd weer door de mand, hè? Ja, ze stoten altijd weer hun deugneus. Ja, ze doen nooit wat ze prediken. Nee, dat doen altijd tegenovergestelde. Nee, joh, ze weten het allemaal zo goed en dat doen ze nooit zelf, nee. En het is daarom, ja, daarom, dat wij zo'n hekel hebben aan de deugneus.